Geen bonussen voor personeel van banken die enkel overleven dankzij miljarden euro belastinggeld. Punt aan de lijn en klare lijn ook. Maar bij Bad Bank Dexia Holding hebben ze daar een weg omheen gevonden. Een functiepremie tussen 5.000 en 45.000 euro. Is dat normaal personeelsbeleid of toch ook weer de oude graaicultuur? Riad Bari en Nicolas Vlamink. Moet u een beetje inleven in de personen die daar zitten. Uiteindelijk kunnen die evengoed ergens anders gaan werken. Minder miserie en beter betaald. Of dat een bonus heeft, of functiepremie, of variabel loon. In feite komt het allemaal op hetzelfde neer. Het zal je maar overkomen, de voltallige Belgische pers en publieke opinie op één dag over je heen krijgen. Slachtoffer van dienst, de Dexia Holding. Het bedrijf deelde aan de personeelsleden een functiepremie uit. Maar daar is een goede reden voor. Dexia Holding verdwijnt. We hebben hier een aantal mensen aan het werk die we gemotiveerd moeten houden, die we moeten trachten te houden in zeer onzekere en onduidelijke toestanden. En in die context is beslist om een beperkte premie toe te kennen. Het is een bedrijf dat nagenoeg failliet is, dat geen geld meer heeft. De aandeelhouders zijn alles kwijtgeraakt. Dan vind ik het ongehoord dat men na zo'n desastreus jaar, waar men eigenlijk niets gepresteerd heeft, de werknemers toch nog bovenop hun, denk ik, al royale vaste salaris nog een extra vergoeding toekent. En daarmee is het toon helemaal gezet, maar toch even eerst uw geheugen opfrissen. In 2008 injecteerde de Belgische staat 3 miljard euro in de Dexia Holding. Vorig jaar betaalde de Belgische regering zo'n 4 miljard euro voor de koop van Dexia Bank België en gaf ze nog eens 54 miljard euro waarborg aan die holding. In totaal betaalde België dus 7 miljard euro plus waarborgen aan de Dexia Holding, die nu functiepremies uitdeelt. De achtergrond is 363 mensen die weten dat hun job verdwijnt. Die niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Die we wel gemotiveerd moeten houden. Die we zeggen, jongens, er is geen salarisverhoging voor het komende jaar. Er is geen bonus voor het komende jaar. Voor het afgelopen jaar. We gaan iets doen. Dat is wat er gebeurt. Dus, en dat is inderdaad, ik denk dat ik daar in de spiegel kan kijken om te zeggen van, oké, dit is fair. Of dat nu over veel mensen of weinig mensen gaat, vind ik uiteindelijk niet relevant. Het gaat om een principe dat een failliet bedrijf dat door de overheid ondersteund wordt, nog bonussen uitkeert aan zijn werknemers. Ten eerste. Ten tweede, het argument dat het gaat om werknemers die anders dreigen te vertrekken, gaat ook niet helemaal op. Al de werknemers van de Dexia Holding, de 600, hebben de garantie gekregen dat ze in andere onderdelen van de vroegere groep terecht kunnen. Ze komen niet op straat te staan. Dexia Holding is lang niet de enige financiële instelling met staatswaarborg die premies, bonussen en variabele verloningen uitdeelt. Bij KBC, die onlangs nog 500 miljoen euro overheidssteun terugbetaalde, krijgen medewerkers 11% tot 15% variabele verloning. Het andere zorgenkind van de klas, BNP Paribas Fortis, hetzelfde verhaal, alleen kregen we hierover geen details. En bij ETIAS, dat ook kon overleven met dank aan de overheid, deelden ze voorlopig althans geen variabele vergoedingen uit. Je ziet dat overal, dat al de banken of financiële instellingen die overheidssteun gekregen hebben, dat daar de variabele verloning of bonussen zeer sterk aan banden worden gelegd, omdat je ten opzichte van de publieke opinie niet kan verantwoorden. Onmogelijk, denk ik, dat die mensen een extra krijgen. In 2008 is het hier ook zo geweest dat de bonus is uitgeschakeld voor de topniveaus. Dus dat is zo. Twee, voor de topdirectie is sowieso ook de bonus op nul gezet. Dat doen wij ook. Waarom zou die last afgewenteld worden op de belastingbetaler? Die heeft helemaal geen schuld aan de crisis. Dus waarom zou hij die last moeten op zich nemen om de werknemers in de financiële sector, die eigenlijk toch wel luxepaarden zijn, iets extra te kunnen gunnen? Het is bovendien niet de eerste keer dat Dexia in het nieuws komt met forse premies, bonussen of hoe je het ook wil noemen. In april 2011 raakte bekend dat Pierre Mariani, topman bij Dexia, een bonus van zo'n 600.000 euro kreeg voor zijn prestaties in 2010. De reactie was toen de volgende. We hebben alle regels en wetten die we moesten toepassen, toegepast. De raad van bestuur heeft dit unaniem goedgekeurd, maar ook feedback naar de aandeelhouders toe. De Hanen liet achteraf nog weten dat de bonus voor Mariani een inschattingsfout was. Maar goed, terug naar vandaag. Was het nu een premie of een bonus? Wat ook belangrijk is dat die bonus, ik zeg het, als je het vergelijkt met de bonus van vroeger, deze premie is ongeveer, want het verschilt natuurlijk per individu, maar 1/5, 80% minder dan vroeger. En dat terug uitleggen. U heeft net bonus gezegd, of was dat een verspreking? Het
Dus, ik maak de vergelijking met de bonus en eigenlijk zou je dat niet moeten doen, want het is iets anders. Anders of niet wat vaststaat, is dat Dexia Holding vandaag veel krediet heeft verloren bij de publieke opinie, nota bene haar aandeelhouders. Het heeft te maken met een moreel en ethisch besef. En in de financiële sector is dat blijkbaar een ingebakken cultuur. Men kan daar blijkbaar zeer moeilijk afscheid van nemen. Het bewijst een beetje de wereldvreemdheid van die sector toch.